Ik ben er klaar voor. Maar over wie ging het ook alweer? Over Erik Heeres, directeur communicatie bij Achmea. Oké, nee, dan weet ik het weer. Het belangrijkste woord is toch wel vertrouwen. Hij geeft je alle vertrouwen die je maar kunt krijgen om echt je ding te doen hoe jij het zou willen doen. Gaat het dan mis, dan staat hij er ook nog voor je. Gaat het goed, dan geeft hij je alle credits. Erik is een zeer gepassioneerde vakidioot, maar ook eentje met ballen. Over wie gingen we het ook alweer hebben? Typerend vind ik bijvoorbeeld ook dat ze de raptrack van Vril telemate proberen te maken. En ze willen trust, vertrouwen willen ze eigenlijk in die raptrack vooral benadrukken. Nou, dat doen ze erg goed. Dat vind ik echt inspirerend om te zien. Ik denk dat zo'n 2-3 jaar geleden de raad van bestuur liever om onze afdeling heen liep. En niet te veel mee te maken wilde hebben. En Erik heeft binnen een jaar ervoor gezorgd dat we daar aan tafel zitten. Nou, ik ben heel blij met onze communicatieafdeling. Ik kan nu met heel veel plezier ook zien dat in het totale veranderingsproces dat team, die communicatieafdeling, daar een hele grote en belangrijke rol in speelt. We zijn een echte strategische partner. Niet door dat alsmaar te roepen als een Calimero, maar gewoon door het te zijn. En dat heeft hij toch daar bewerkstelligd. We zitten nu midden in een reorganisatie en door de goede samenwerking die we hebben met het communicatieteam hebben we eigenlijk vanaf juni ervoor gezorgd dat elke keer mensen goed geïnformeerd zijn, de ondernemingsraad goed geïnformeerd is en dat we eigenlijk heel soepel dat proces nu naar januari toe voor elkaar krijgen. De conventie van Achlem, misschien wel bekend, daar hebben we bekendgemaakt dat wij met name als Achmea onze maatschappelijke positie willen benadrukken. We zijn een ander soort verzekeraar dan de anderen. We zijn een coöperatie. En ook bij die boodschap is de communicatieafdeling heel belangrijk. I am honored to be invited to speak here because I love the Netherlands. Ruim 100 journalisten waren daar. Ik denk het grootste pers-event van 2011. Ik heb nog nooit iets meegemaakt wat heel spannend is. Bijvoorbeeld iets leuks. Onder de publicaties ook. De grootste live webcast in Nederland. En alleen al die dag 3 trending topics op Twitter. Erg goed dat Achmea ook sponsors geworden van de leerstoel social media aan de Hogeschool Leeuwarden. De vraag daar is van wat leveren social media nu ook echt op? En dat past dan ook heel erg bij de visie van Erik en zijn team. Want ze willen echt die toegevoegde waarde leveren. Wat echt bijzonder aan hem is dat hij heel goed kan stampvoeten. Dat kunnen heel veel mensen niet, maar hij kan het wel. En hij doet het ook. Dat lucht op en daarna kunnen we gewoon weer verder. Hey, die Erik Heeres, wie is die vent eigenlijk? Dat is je directeur communicatie, Willem.